Yo, kijkers van Ingletubers, en tot na de intro. Vandaag ga ik voor jullie een video maken over twee top pretparken. En dat zijn natuurlijk Europa Park en Fantasialand. Mijn mening van de beste pretparken waar ik ooit naartoe ben geweest, dan staat Europa Park op 1, Fantasialand op 2. Ja, dat komt natuurlijk omdat Europa Park een stuk groter is. Maar, wat ik me afvraag, is Europa Park wel beter qua attracties dan Fantasialand? Daar ga ik vandaag achter komen. Dus wat ik van plan ben, ik ga twee attracties tegen elkaar opzetten die een beetje op elkaar lijken. En degene die ik het leukste vind, dan krijgt het park een punt. En wie er eindigt met de meeste punten, vind ik het leukste qua attracties. Ik ga wel de kleinste attracties van elk park er niet bij zetten, zoals Europa Park de Baa Express en die zweefmolen en al die kinderattracties. En in Fantasialand de Wellenvlug en die carousel. Dat soort attracties ga ik er niet bij zetten, alleen de toppers die ik nog doe. Voor de eerste attracties kijken we naar de draaiende achtbanen. En dat zijn Euromirum Europa Park en Winjas 4 en Force in Fantasialand. En ja, Euromir is... Het zijn niet dezelfde soort banen. Euromir is een mech-achtbaan. Winjas 4 en Force een Mauer en Sommen. Maar Euromir is een beetje ruw. En het draait met motoren, maar het draait dus zo dikwijls. Je komt dan bovenaan bij de glazen torens, dat is dan wel mooi afgewerkt. En dan draait je nog. En dan kom je bij de first drop, je gaat naar beneden. Dan draait elk karretje nog 180 graden. En dan ga je de rest van de baan gewoon zonder te draaien af. Het is wel een ruwe baan, maar wel leuk. En Winja 4 en Force, die is gewoon heel soepel. Er zit van alles in, liften, draaien, hij is dubbel. En dan krijg je nog een... Dan draait de baan nog om. Zo ergens in de baan. Ja, je weet waarschijnlijk niet wat ik bedoel. En op het einde krijg je nog een wipje. Dat heeft een naam, maar ik ken de naam niet echt. Maar ik vind ze allebei top. Maar toch geef ik het punt aan Winjas 4 en Force. Omdat daar toch een iets meer avontuur in zat. Zo zal ik het maar even noemen. De volgende attracties zijn de hangende achtbanen. En dat zijn Arthur van Europa Park en Black Mamba van Fantasialand. Oké, het is een beetje... Het is eigenlijk niet eerlijk dat ik deze twee tegen elkaar zet. Maar het zijn wel twee hangende achtbanen. En natuurlijk weet je al direct welke dat ik ga kiezen. En dat is natuurlijk de Black Mamba. Ja, hoe kan het ook anders? De Black Mamba. En hier blijven we het hier. Daar gaan we dus niet zoveel over praten. Gewoon Black Mamba is natuurlijk veel beter als Arthur. De volgende zijn de twee treinattracties. En dat is Alpen Express in Europa Park en Colorado Adventure van Fantasialand. En het zijn niet dezelfde soort attracties. Europa Park heeft de Alpen Express is een mech-powered coaster. En de Colorado Adventure is een mijntreinachtbaan. Maar het zijn wel allebei treinattracties. Maar mijn treinachtbanen zijn iets, veel extremer eigenlijk dan de Alpen Express mech-powered coasters. Dus Colorado Adventure verdient hier een punt mee. Het staat ondertussen al 3-0 voor Fantasialand. De volgende zijn de gelanceerde achtbanen. En dat zijn Blue Fire van Europa Park en Taron van Fantasialand. En deze vind ik eigenlijk wel een beetje moeilijk, maar dan ook weer niet. Blue Fire heeft een vette lancering. Die is gewoon goed, die is volledig goed. En dan ga je omhoog, terug naar beneden, looping. Krijg je een paar keer G-roll en een inline twist. En dan worden helemaal je stoel uitgelift. En Taron is een beetje mooier afgewerkt. Blue Fire is ook wel prachtig met al die rotsen. Maar Taron heeft net iets meer decoratie dan Blue Fire. Twee lanceringen, gaat iets sneller. Van links naar rechts, airtime. En ook al heeft Taron geen inversies, ik schrijf het punt aan Taron. De volgende zijn twee dark rides. En dat zijn Piraten van Batavia in Europa Park en Hollywood Tour van Fantasialand. Piraten van Batavia is op dit moment niet meer in het park, want die is afgebrand. Maar
Ze gaan die wel terug opbouwen, dus ik zet hem gewoon bij de lijst. Het zijn exact dezelfde soort attracties. Het begint met één drop naar beneden en dan kom je terecht in de dark ride. En de Hollywood Tour, dat is gedecoreerd naar films, maar alleen die dark ride is niet echt met de tijd meegegaan. Terwijl dat het hele park prachtig is afgewerkt door de tijd en maar Hollywood Tour dat niet is. Daarentegen is Piraten van Batavia een prachtige dark ride geweest, dus ik geef het punt aan Piraten van Batavia. De volgende zijn de twee waterattracties en dat zijn Tiroler Wildwasserbahn en Chiapas. Ja, hier moet ik ook niet lang voor nadenken. Tiroler Wildwasserbahn is een hele oude lofloem boomstamattractie. Hij is wel leuk, maar Chiapas, ja, niks kan toppen aan Chiapas. Die in 2014 gebouwd is, de stijlste boomstamattractie ter wereld met airtime. Dus ik geef natuurlijk het punt aan Chiapas. Het volgende is Fjord Rafting in Europa Park versus de River Quest in Fantasialand. En ja, ze zijn allebei top, maar ik vind River Quest toch wat extremer met die extreme vallen die erin zitten. Fjord Rafting is misschien iets langer, ik weet niet welke dat de langste is, maar River Quest, ja, niks kan toppen aan die geweldige waterattractie, dus het punt gaat naar River Quest. Ondertussen staat Fantasialand voor met 6 tegen 1. We gaan door en dat zijn de twee BNM-achtbanen. Ja, Black Mamba is ook een BNM-achtbaan, maar ik zet nu Silver Star in Europa Park en Fly van Fantasialand, die nog niet open is, maar ik zal wel kunnen raden of ik hem leuk kan vinden. Het zijn twee BNM-achtbanen, daarom zet ik ze tegen elkaar op. En Silver Star is, ja, een van de beste achtbanen uitgebouwd, echt waar. Oké, dat is misschien een beetje te ver gezocht, maar hij is echt top. En de Fly wordt een flying coaster, dus dat je echt zo met je rug tegen de zetel hangt, zodat je lijkt dat je vliegt. Je zult het wel kennen, denk ik. Ja, en het is een hele moeilijke. Ik denk toch dat ik voor Silver Star ga, want Silver Star zal toch nog altijd iets extremer zijn dan de Fly. Hij wordt wel gelanceerd, die Fly, maar toch denk ik dat ik Silver Star alsnog leuker ga blijven vinden. De volgende zijn twee interactieve dark rides. En dat is Abbott Tower Atlantis in Europa Park tegen Mauser Chocola in Fantasialand. En ik moet eigenlijk niet lang nadenken welke ik het leukste vind, want Abbott Tower Atlantis, dat is met dat je lampjes moet uitschieten om punten te verdienen. Dan moet je helemaal rond u schieten. En Mauser Chocola is een beetje aan de simpele kant, 3D. En dan moet je alleen recht voor u schieten. Dus de kans is heel groot dat je raak schiet. Dus dat is eigenlijk een beetje, ja, niet zo spannend. Dus ik geef dan toch het punt aan Abbott Tower Atlantis. De volgende zijn de indoor-achtbaan en dat is Eurosat in Europa Park en Temple of the Nighthawk van Fantasialand. En ik vind dit een hele moeilijke. Ja, Eurosat, dan spreek ik over de oude Eurosat. Want de nieuwe die moet ik nog doen. Ik weet het niet echt, want Eurosat is heel mooi met die draaischijf, met de trommellift, geloof ik dat dan noemt. Een hoge snelheid zit erin, veel lichteffecten, lasers, mooie muziek. En de Temple of the Nighthawk is compleet donker, daar zit helemaal niks in. Vroeger nog een vogel, maar die is er ook niet meer. Ja, en vroeger het Space Center heeft dat nog genoemd, maar dat is het al lang niet meer. En het is wel een soepele vacuüme achtbaan, die Temple of the Nighthawk, heel lang en van de langste in de achtbanen uitgebouwd. Maar ook al is dat soepel, ook al is dat lang, ik geef toch het punt aan Eurosat. Omdat ik hem toch net iets extremer en leuker en spannender vond. We gaan door naar de volgende en dat zijn Madhouses. En dat gaat dan over Vlucht der Cassandra in Europa Park versus Fingyu Palace van Fantasialand. En ik moet eigenlijk niet zo lang nadenken hiervoor.
qua verhaal zijn ze allebei slecht, maar ja, het verhaal boeit me niet echt iets. Het gaat om de rit. En qua rit is het natuurlijk Vlug der Cassandra die wint. Omdat hij toch net iets meer over de kop gaat dan die Feng Yu Palace. Feng Yu Palace is eigenlijk wel een van de slechtste madhouses die ik ooit heb gedaan. De volgende zijn de Splash Battles en dat is Whale Splash Adventure Tour vs Wako Bato. En ja, dit zijn ook niet echt attracties die ik leuk vind, maar toch weet ik direct welke ik het leukste vind. En dat is natuurlijk Whale Splash Adventure Tour. Waarom? De Wako Bato staat er altijd verlaten bij, helemaal alleen staat hij, kan geen decoratie. En Whale Splash Adventure Tour is mooi afgewerkt naar Antarctica, IJsland, weet ik veel, Noordpool of zo. Een mooie interactieve waterattractie. We gaan ondertussen staat het 6-6. En het volgende zijn spookhuizen. En dat is Geister Sluis in Europa Park versus Geister Rica in Fantasialand. En het zijn allebei mech-achtbanen, achtbanen. Dark Rides geloof ik. Allebei met een Endless Chain System. Alleen Geister Sluis is zo Italiaans spookslot of zo. In Italiaans. En Geister Rica is natuurlijk helemaal in Chinees. Maar ik zal toch even moeten napazen, want ze zijn allebei al oud. Van de jaren 80. Alleen Geister Sluis heeft laatst een onderhoudbeurt gekregen, een aantal jaar terug. Maar ja, echt mooier is hem niet echt geworden. Maar Geister Rica is ook niet echt een prachtig ding. Die trouwens op het punt staat om gesloopt te worden misschien. Maar toch geef ik het punt aan Geister Sluis. We gaan door naar het volgende en dat zijn familieachtbanen. Dat is Pegasus in Europa Park tegen Rijk van Fantasialand. En het zijn totaal verschillende attracties. Pegasus is een mech-achtbaan, de Rijk, dat weet ik niet echt. Maar de Pegasus is een normale mech familieachtbaan die zo heel soepel gaat, lekker van links en rechts gaat, maar wel direct klaar is. En de Rijk is een familieachtbaan die voor en achteruit gaat. En dat vind ik dan net iets toffer dan de Pegasus, dus ik geef het punt aan Rijk. Dat waren de twee parken. Dus ik zet nu nog de attracties die daar alleen het ene park heeft. En die krijgt er natuurlijk een punt bij. Dat is Fantasialand, Mystery Castle en Talokan. En dan staat het nu 7 voor Europa Park en 9 voor Fantasialand. Maar Europa Park heeft iets meer grote achtbanen en attracties. Ja, gewoon attracties. En dat zijn de Bobaan, Matterhorn Blitz, Poseidon, Atlantica Super Splash, Wodan en Voletarium. Dan komen we bij 13 punten voor Europa Park en 9 voor Fantasialand. Om af te sluiten geef ik ze allebei nog een punt, omdat het twee prachtig afgewerkte attractieparken zijn. En dan komen we bij de uitslag en het is ook wat ik verwacht had, ook waarschijnlijk wat jullie verwacht hadden. 14 punten voor Europa Park en 10 voor Fantasialand. Dus niet alleen qua grootte, maar ook qua attracties is Europa Park beter dan Fantasialand. Als ik eerlijk mag zijn, dan zag ik deze uitslag wel aankomen, maar ik vond het gewoon even leuk om deze video te maken. Zeker dat jullie dan weten welke type in het park dat ik het leukste vind. Maar in ieder geval, dit is de video. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Welk park vinden jullie het leukste? Vinden jullie Fantasialand leuker dan Europa Park? Of Europa Park leuker dan Fantasialand? Ja, laat dan achter in de comments. En ondertussen zeg ik like, abonneer. En dan zeg ik tot de volgende video. Later.